Live uitzending maken. En wanneer de... Volgens mij zijn we al live. De... Zijn we al live? God. Ja, volgens mij wel. De techniek staat voor de... Nou, dat was een mooie 2:10. Welkom bij de live chat van De Nieuwe Mens. Ik mag niet meer zeggen Partij De Nieuwe Mens. En dit keer gaat het over het onderwerp onderwijs. Ja, klopt. Nou, schiet maar raak. Haast maar los. Ja, precies. Nou. Oh, dat is wel leuk zo, die techniek. Nou, dit is nou eigenlijk ook precies onderwijs, hè? Levend leren. We hebben vandaag weer wat gehoord. Nou ja, dat is eigenlijk... Voor de kijkers, we zijn voor de eerste keer live via Facebook. En dat had nog wel technische probleempjes. Met webbrowsers die niet werkten. En andere dingetjes. Dus vandaar, we zijn blij dat we live zijn. Ja, klopt. Nou, dus ik hoop dat er inderdaad ook nog wat vragen gaan komen. En anders begin ik gewoon met de eerste aan jou, Mira, vanmorgen. Want onderwijs... is het, lijkt mij, niet iets wat we denken dan gelijk aan lagere school, middelbare school, maar volgens mij inderdaad, wat we net hebben ervaren, leren we ons hele leven. Dus dat is natuurlijk een heel groot onderwerp, maar misschien wil je het beginnen bij het lager onderwijs. Hoe zie je het onderwijs in de toekomst? Laat ik eerst maar even beginnen met de energie. Ben ik dat? Ja, dat ben ik. Sorry? Ja? Ik heb mezelf gespiegeld. Hoe noem je dat? Het komt weer terug. Laat ik eerst even hier en nu beginnen over het onderwijs. Wat mij heel erg opvalt aan het onderwijs is dat het systeem eigenlijk nog van 20 jaar geleden is en niet meegegaan is met de tijd. En omdat de kinderen wel met de tijd zijn meegegaan, lopen heel veel kinderen gewoon vast in het huidige systeem. Er zijn veel kinderen die eigenlijk al veel meer kennis hebben dan op school wordt aangeboden. En dat komt deels omdat het voor de nieuwe generatie is. Zij zijn hier met het doel om kennis te komen brengen. Maar deels komt het ook gewoon door internet en door YouTube. Door games, net zoals Minecraft bijvoorbeeld. Er is zoveel te leren al online. En er zijn ook veel kinderen die online leren. En dan komen ze op school. Ja, en dan moeten ze iets doen wat eigenlijk wat ze al lang kunnen, wat ze al lang hebben geleerd. Ja, en dat is, daardoor krijg je gewoon probleemgevallen. Krijg je kinderen die eigenlijk in een bore-out komen te zitten, zoals dat heet. En dat is heel erg pijnlijk. Dus waar wij naartoe willen is eigenlijk naar een systeem waar kinderen gewoon zelf kunnen leren wat ze willen. Dat kinderen eigenlijk al vanaf de kleuterschool zelf kunnen kiezen. Dit wil ik nu ontwikkelen, dit wil ik nu gaan leren. En ook de methodes... waarop ze dat gaan leren, dat ze daar ook vrij zijn om in te kiezen. Dus dat ze kunnen kiezen of ze bijvoorbeeld online willen leren, of dat ze gewoon spelend buiten willen leren. Wellicht gewoon met boekjes. Het hangt er natuurlijk helemaal van het kind af hoe het kind het beste leert. En ook in welke taal, want het valt me op dat veel kinderen heel goed Engels leren, minder goed in Nederlands. En dat is denk ik ook wel een puntje voor aandacht. Ja, ik begrijp wel dat als je al jong verschillende talen leert of mee omleert te gaan, dat het dan later ook makkelijker wordt om nieuwe talen er weer bij te leren. En dus inderdaad, niet al jong geleerd, oud gedaan. Je hebt het nu toch over kinderen inderdaad, dus aan welke leeftijdsgroep denk je nu? Eigenlijk zou iedereen op deze wijze kunnen leren. Wat we daarvoor nodig hebben is eigenlijk dat we de CITO's en de diploma's gewoon afschaffen. En wel dat er gewoon een soort van richting komt. Bijvoorbeeld als je arts wilt worden of zo, ik noem maar eventjes wat. Dat je dan bij, dat ze dan zeggen van oké, je moet wel aan die criteria voldoen. Maar weet je of je dat nou op je 4e leert of op je 15e of op je 20e. Dat maakt in principe ook helemaal niet uit. En en zo kunnen volwassenen natuurlijk ook gewoon leren. Dat een soort kwalificatietest is van dit hebben wij nodig, zeg maar, voor ons werk of ons bedrijf of wat wij willen zijn of doen, zeg maar, wanneer het echt nodig is. Dan kun je gewoon een test afnemen en dan kun je zelf zorgen dat je dat leert. En dan kan er natuurlijk gewoon een richtlijn zijn van nou, dit zijn de boeken waar je de informatie kunt vinden of deze filmpjes kun je kijken op YouTube. Dat is misschien iemand die je goed kan begeleiden.
Dus op die manier zouden heel, op een hele andere manier geleerd kunnen worden. Ja, dus inderdaad heel algemeen, hè, leren is voor alle leeftijden. En je kunt daar de manier van leren op aanpassen. Ja. Ja. Maar dat betekent nogal een omschakeling van het huidige systeem. En als je van het huidige systeem zoals we het eigenlijk kennen naar het systeem zoals je het nu schetst, maar misschien ook wel voor een deel niet, want je hebt het ook wel voor heel veel over online. En dat hebben we natuurlijk het afgelopen jaar natuurlijk heel veel meegemaakt. Dus niet alles wat het afgelopen jaar gebeurd is, is even slecht. Er zijn ook goede dingen uit voortgekomen. En eigenlijk zou je daarop voort willen beduren, begrijp ik niet. Dus online lesgeven, hè, mits het past natuurlijk, bij de vraag en de behoefte. Ja, ik ga het iets anders zetten. Ja, het hangt natuurlijk helemaal van het kind af. Ik heb in mijn omgeving best veel kinderen gezien die eigenlijk zijn opgeknapt door het online lesgeven. De kinderen hebben helemaal niet de behoefte om 5 dagen lang tussen 30 andere kinderen te zitten. Ja. Maar zij willen liever in hun eigen tempo thuis in de rust leren. En ik denk dat het voor kinderen gewoon heel fijn is als ze zelf een keuze kunnen maken. Er zijn kinderen die hebben het echt wel nodig om 5 dagen in de week naar school te gaan. En die worden daar echt heel erg blij van. Maar er zijn ook kinderen die vinden het prima om maar 2 dagen naar school te gaan. En de andere 3 dagen thuis te zijn. Omdat ze dan thuis willen leren. Ja. Dus ja, het heeft in ieder geval voor veel kinderen in mijn omgeving heeft het gewoon veel rust gebracht. Ja, maar dan als je het hebt over de afgelopen periode, zeg maar, dan komt er ook een verschuiving. Hè? Want dan gaat het lesgeven voor een deel van de docenten ook naar de ouders toe. Hè? Dus dat heeft daarin ook wat consequenties. Hè? Het thuis leren, daar moet ook opvang zijn, dat moet ook mogelijk zijn. Dus het lijkt mij nog wel een behoorlijk project waar je voor staat dan. Want de docenten moeten daarop ingericht worden, het onderwijs op school, maar ook thuis. Ja, eigenlijk moet heel de samenleving, eigenlijk verandert heel de samenleving daardoor. Want het is nu natuurlijk, mensen moeten werken om geld te verdienen. In de samenleving die wij voor ogen hebben, word je voorzien in je basisbehoeften. En op het moment dat jij voorzien wordt in je basisbehoeften, hoef je dus ook niet meer fulltime te werken. Dat kun je doen als je het leuk vindt, maar het is niet noodzakelijk. En op het moment dus dat blijkt dat jouw kind beter thuis kan blijven, 2 of 3 dagen, ik noem maar even 2 dagen, dan kun je natuurlijk voor kiezen om allebei gewoon 4 dagen te gaan werken. En dan is die opvang ook geregeld. Of wellicht ontstaan er dan kleine opvangplekjes, dat je bijvoorbeeld in een straat, of in een klein dorp, de kinderen die dan niet naar school te willen. Dat ze daar met maximaal 4 kinderen of zo bij elkaar komen. En dan alleen in de ochtend hun werk gaan doen. En in de middag vrij zijn. Dus daar zijn zoveel mogelijkheden in te bedenken. Dat ik denk dat de impact die het heeft, dat het wel meevalt. De impact die vraagt toch om een andere structuur van de samenleving inderdaad. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat er nu heel veel ouders waren die fulltime werkten. Of in ieder geval niet altijd beschikbaar waren voor de kinderen, maar het nu wel moesten zijn. Dus dat lag natuurlijk, die legde daar ook druk neer. Ik vind het prachtig. Het is natuurlijk een heel mooi idee dat je dus je kunt ontwikkelen op de manier zoals bij jou past. En we hebben natuurlijk ook te maken met kinderen die allerlei verschillende achtergronden hebben. Hè, die gewoon mee kunnen. Wat is nou eigenlijk nog gewoon? Of kinderen die andere dingen hebben als autisme en waar je gewoon rekening mee hebt te houden. Het is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling dat dat straks veel meer gaat passen bij de kinderen, maar ook bij de volwassenen. Ja, want ik merk wel dat zodra je kinderen gewoon happy zijn, dan ben je zelf als ouder ook gewoon veel relaxter. En de druk die nu natuurlijk bij de ouders is geweest, is voornamelijk omdat de kinderen, of die kinderen, het thuis niet fijn vonden om te leren of die structuur nog niet hadden. Want op het moment dat het kind alleen thuis kan leren, dan heb je als ouder ook niet die druk. Dus dat is voor iedere ouder is dat gewoon echt heel verschillend geweest. En ik zit te denken, er is nog een ontwikkeling gaande natuurlijk, daar moeten we niet van wegkijken. Maar de vergrijzing neemt natuurlijk steeds meer toe. Dus er zijn steeds meer mensen die met pensioen zijn. En er zijn ook steeds meer ouderen die zorg behoeven. Dus ik denk dat er sowieso een kanteling komt. Want de ouders, zeg maar, de middengeneratie, die hebben en voor de jonge kinderen moeten zij zorgen. Maar ze moeten straks ook voor hun ouders zorgen.
En ik denk dat dat wellicht heel goed samen kan gaan met thuisonderwijs. Dat je dus bij opa en oma bent. En je kind zit achter de computer. Samen met opa of oma de lessen te maken. En ondertussen kun jij zorgen als dat nodig is. Ja, het enige is dat opa en oma dan ook moeten snappen hoe die computer werkt. Maar dat weet het kind. Dat komt ja, dat weet het kind. Weet je? Ja, ja. Ja, kinderen weten prima hoe dat zelf werkt. Ja, precies. Ja. Oké, ondertussen zit ik even te klikken, want ik zit even te kijken of ik al wat vragen kan vinden. Maar ik weet niet of jij het ziet. Nee, ik zie helemaal niks. Ik wil nog wel even iets toevoegen aan onze conclusie. Want wat wij belangrijk vinden is eigenlijk ook dat een deel van de zorg, maar dan de zelfzorg, wordt geïntegreerd in het onderwijs. En dat is eigenlijk dat vanaf jongs af aan al leert rekening te houden met het, hoe je energie voelt, wat goed is voor jou, wat niet goed is voor jou. Hoe je natuurlijk eten tot je kunt krijgen, goed eten. Dus eigenlijk hoe je in balans blijft. Maar ook hoe je in respect met anderen in balans kunt blijven. Ja, dus dan heb je het niet alleen over de vorm, hè, waar we het net over hadden, maar meer ook over de invulling, dat dat ook een hele andere kan zijn. Veel uitgebreider en veel meer de combinatie van mens en natuur hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Van, wat ga je de kinderen nou leren op school en wat willen ze nou eigenlijk leren? Ja, en op het moment dat je zelf mag kiezen wat je kan leren en hoe je het leert, dan ben je natuurlijk al veel gelukkiger. En als je dan ook nog leert hoe je je lichaam in balans kunt houden. Zoals je merkt van oké, ik heb nu te veel stress, ik moet een stapje terug doen. Of ik voel nu dat ik me verveel. Ik heb even iets nodig wat me prikkelt. Of ik heb hier pijn. Wat betekent die pijn? Wat wil die pijn mij zeggen? En hoe zorg ik dat die pijn weggaat? Ja, dan ben je al zoveel verder. Sowieso als samenleving, maar ook als kind zijn. Nou ja, inderdaad als samenleving. Want je hebt het ook dan over je hebt onderwijs, maar je hebt het ook over zorg. En we hebben het eerder over gehad van hoe kun je beter met je gezondheid omgaan. Wat dus ook tot minder klachten leidt en ook minder zorg in de samenleving nodig is, waar je daardoor ook weer andere keuzes daarin kunt maken. Dus ja, dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen dan. Ja, klopt. En ook een gezonde samenleving te kunnen creëren. Ja, misschien begint het wel gewoon inderdaad bij onderwijs. Hè. Ik denk wel in het algemeen ook over afgelopen jaren van wat kun je nou eigenlijk doen om te komen om ziek te worden of gezond te blijven. Hè. Dus dat is je immuunsysteem. Nou, ga daar maar aan werken in plaats van aan de andere kant er allerlei pilletjes of dingen in te stoppen. Ja. Dus dat begint met onderwijs. De mensen leren, de kennis doorgeven. En ervaren ook vooral, denk ik, wat dat met je doet. En dat de beste weg is. Ja, maar ik denk ook dat mensen gaan leren dat die methodes er zijn. En dat ze er mogen zijn. En wat zij voelen en ervaren, dat een betekenis heeft. Dan wordt het normaal, dan wordt dat de standaard. En dat betekent dus dat het uit gaat werken in alle sectoren eromheen. Zoals wat nu de zorg is. Wat nu de reguliere zorg is, hoe moet ik dat zeggen eigenlijk. Maar ook in het bedrijfsleven. Want als je goed voor de kinderen zorgt, dan vragen de ouders van nu ook, ja, op school krijgen ze rustpauze als ze te veel stress hebben. Mag ik dat ook? Ja. Je wilt gewoon een samenleving waarin iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren, zodat de samenleving wel werkt. Maar wel dat mensen gewoon gezond zijn en kunnen leven. En genieten ook van het leven. Ja. Nou, ik liet net het woordje economie ook al vallen. Hè? Dus hoe eigenlijk, net als bij een bedrijf, hoe effectiever iets draait, let ik even figuurlijk, hè? Al de radertjes in elkaar passen, des te minder het kost. En of dat nou over energie gaat of over geld. Onderaan beginnen. En dat is bijna dus letterlijk als je het hebt over de ladder van het onderwijs. Nou, mooi. Ja. Ja, dat is echt onze visie. Gewoon alles loslaten. Ja, moet wel. En gewoon laten leven en leren hoe kinderen mens kunnen zijn. Eigenlijk hoe je als mens kunt leven en wat er allemaal mogelijk is. Ja. En ik denk als we dat gaan doen, dat we die stap kunnen gaan maken, dat ook heel veel burn-outs gaan verdwijnen. En ook heel veel kankergevallen, verslavingen. Ja, er zijn eigenlijk zoveel uitingen van mensen die gewoon ongelukkig zijn.
Ja. Dat ja. Hoop je op snel te doen. En dat verkeerd begeleid daarin, hè? Dus die begeleiding moet en zal dan ook wel veranderen, omdat er gewoon nieuwe inzichten zijn. Ja. Ja, dus medisch en psychologisch en nou, alles wat daar omheen hangt of mee te maken kan hebben. Ja. Heel mooi. Ja. Nou, ik heb geen vragen meer en ik zie ook geen vragen. Is er nog iets wat jij zou kunnen vertellen? Over het onderwijs. Ja, heel, ja, nog één dingetje. We willen gewoon onderwijs ook gewoon gratis houden, maken. Voor een deel is het nu natuurlijk houden, omdat de basisschool al gratis is. Maar namelijk ook houden, of maken voor de middelbare scholen. Want onderwijs moet eigenlijk altijd toegankelijk zijn. En dat, ja, daar staan we voor. Ja, in een van de eerste interviews waar Reijsri ook bij was, zij zei ook van, nou eigenlijk is alles al mogelijk. Het geld is er, het is alleen nog niet op de juiste manier verdeeld, zeg maar. En dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Als je een andere structuur krijgt, ook daarin, er heel veel verschuivingen gaan plaatsvinden, dan is het geld er eigenlijk al en is er gewoon heel veel mogelijk, op een hele andere manier. Ja, ik denk zelfs dat je onderwijs gratis gaat maken, maar leven lang, dat je juist veel meer geld gaat, ja het is nu nog geld hebben, dat je juist meer kapitaal gaat creëren, menselijk kapitaal, maar er zullen ook gewoon nieuwe beroepen gaan ontstaan waar dan weer geld uit gecreëerd worden en mensen die zich kunnen ontwikkelen tot wie zij zijn, zijn ook veel effectiever binnen bedrijven natuurlijk. Ja, en ik zat ook te denken aan, ik krijg een vraag binnen van Antoinette. Oeh, dat is gaaf. Hoe kun je je lichaam in balans houden? Wat zegt je lichaam je? Zorg in het onderwijs. Als ex-juf is het nog steeds mijn wens om dit te integreren. Ik leef vanuit de Heart Connection filosofie. Mocht je dit niet kennen, er is genoeg over te vinden. Dit met onderwijs combineren, dat zou heel gaaf zijn. Dankjewel, Antoinette. Dat is dus precies wat we willen. Ja. Ja. Dus lichaam in balans houden. Nou ja, weet je, alles gaat over opdoen van kennis en informatie. En als het er niet is in het onderwijs of in de samenleving, dan moet je het naar de mensen toe brengen. Ik denk dat ik dat nu ook heel erg mis, zelf als therapeut nu ook. We hadden ook hele andere dingen kunnen doen. En dit is eigenlijk precies, denk ik, wat de meest gezonde richting is. Ja, wat je nu ook ziet, dat wil ik net even zeggen, ik denk van, oh, dat is zo mooi. Ja. Want je wordt dus geboren met die kennis eigenlijk. En wat we nu doen op school, is dat we die kennis gaan afbreken. Want we leren eigenlijk dat het er niet mag zijn, want alles moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. En alles moet berekend worden en alles moet onderzocht worden. Dat je gevoel er eigenlijk niet meer toe doet. Dus we leren eigenlijk nu het tegenovergestelde van wat we zouden moeten leren. Ja, dus meer vanuit het hoofd in plaats vanuit het hart. En ja. Ik denk wel, het is algemeen ook een beetje de tendens op dit moment ook om die andere beweging te gaan maken. Als voorloper eigenlijk op wat je nu zegt, wat je wil gaan uitrollen. Ja. 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 Ja, ja dat vind ik ook. Nou, hartstikke mooi. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn of opmerkingen. Dan is dat welkom. Ja, zo zie je dus eigenlijk wat ik dus net al zei, dat eigenlijk alles met elkaar verbonden is. Hè? Dus we hebben al een aantal andere pijlers ook genoemd waar jullie aparte visie over hebben, laat ik het zo zeggen. Maar alles heeft te maken met mensen informeren. Dus mensen niet de kennis weghouden bij de mensen, maar de mensen juist de informatie brengen. Want dan kun je ook een keuze maken. En dan kun je ook niet alleen de keuze maken meer vanuit het hart, maar dan kun je er ook verantwoordelijkheid voor nemen. En vanuit die eigen verantwoordelijkheid je keuzes maken. En ik denk dat dat nu op dit moment ook een beetje mist in de samenleving. Omdat heel veel mensen nog afgaan op wat aan de buitenkant wordt aangeleverd. Zo van, maar meer zo van, oh jij zegt dat dat goed is voor mij, dus doe ik dat. In plaats van het om te keren en hetzelfde gaan voelen en ervaren. En vanuit daaruit dus je keuzes maken. Ja, maar ik denk dat veel mensen dat ook niet meer kunnen op dit moment. Omdat veel mensen zijn zo lang geleerd dat alles vanuit het hoofd moet. Dat ze eigenlijk helemaal niet meer kunnen voelen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die veel pijnlijke dingen hebben meegemaakt. Dus zij kunnen zo en zo niet meer bij een gevoel komen. En dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden in de nieuwe samenleving. Dat er gewoon mensen zijn die het gewoon echt niet kunnen. Ze willen wel, maar ze kunnen het niet.
En dat zal, en daarom is het juist zo belangrijk om met het onderwijs te gaan beginnen. Want als je eenmaal leert om die connectie te hebben en wat die connectie betekent en hoe je bij je innerlijke weten komt en wat je daaruit kunt halen. Weet je, als je dat eenmaal hebt geleerd, dan vergeet je dat niet meer. En dan dat... is er ook geen weg meer terug, denk ik. Wat zeg je? Dan wil je, dan is er ook geen weg terug meer, denk ik. Dan wil je ook niet anders meer. Nee, klopt. Dan wil je ook niet anders meer. Nee. Maar ik denk dat het daarom ook, hè, niet voor niks de overgangstijd is of transitietijd. Dat kun je ook op een andere manier bekijken. Maar dat heb je natuurlijk ook nodig. Want dit heeft ook wel tijd nodig om te veranderen. En weet je, de behoefte moet ook gecreëerd worden. Mensen moeten kunnen begrijpen van, oh, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil het op een andere manier. En dan kun je het ook gaan neerzetten. Ja. Maar dat is nogal een kanteling wat tijd zal vragen. Maar hoe meer mensen dit gaan inzien, des te meer denk ik ook die vraag gaat komen, des te sneller het gaat. Ja, maar ik weet wel heel duidelijk dat zolang wij onze visie blijven vertellen, hoe meer mensen wij aanraken en hoe meer mensen gaan erover na gaan denken en gaan voelen. Ja, is dit wat ik wil of is dit niet wat ik wil? Ja, daarom is het. Dan denkt van dit is precies wat ik wil. Ja. Nou ja, daarom is dit ook belangrijk, hè? De PR en de communicatie, alles om jullie heen. Ja, dat moet natuurlijk wel neergezet worden, anders horen mensen dat ook niet. Nee, en wat dat betreft, we staan natuurlijk een beetje in de kinderschoenen wat dat betreft. Ja. Maar hartstikke goed. Ik zit even te denken van wat zou je hier nog over kunnen zeggen? En hoe je dan de kanteling ziet, die veranderingen. Want ik vind dat nogal best wel een sprong van waar we nu zitten. Naar uiteindelijk het neerzetten daarvan. Kun je iets zeggen over hoe je die verandering neer wil zetten? Of kan gaan zetten? Ik denk dat er al heel veel initiatieven zijn. Kleinschalige initiatieven. Bijvoorbeeld op onderwijs. Er zijn al verschillende particuliere scholen die dit concept neer hebben gezet. Maar je ziet het ook in de economie. Er zijn al lokale munten. In zorg beginnen ook steeds meer samenwerkingsverbanden tussen alternatief en tussen reguliere zorg. En wat wij op dit moment belangrijk vinden is 1. Om al die initiatieven te gaan verbinden. Want hoe meer massa je daarin creëert, ja, hoe meer het gaat spreken. Dus als ik tegen jou zeg van ja, er is 1 school die dat doet, dan denk je, oh ja, leuk. Maar dat duurt nog een tijd voordat het zover is, zodat ik erbij kan. Maar als ik tegen jou zeg, ja, er zijn 100 scholen in Nederland die dat doen, dan denk je, ja, waarom is dat hier niet? En ik wil dat ook. Ja. En weet je, zo maak je de toegankelijkheid wordt steeds groter door alles te gaan verbinden. En dat is dus eigenlijk ook wat wij willen. En 2, er is nog een tweede, we willen ook kinderen gaan interviewen en vragen wat hun wensen zijn. Dus we willen aan hen gaan vragen, hoe zie je het onderwijs? Hoe vind je dat scholen onderwijs zouden moeten geven? Wat zou je willen leren? Hoe zou je het willen leren? Wie ben jij en wat heb jij nodig om zo te zijn wie je bent? En dat heeft uiteindelijk leidt tot een advies voor en de politiek, maar ook voor onderwijsscholen, voor zorginstellingen, voor meer organisaties die met kinderen te maken hebben. Kunnen zij op deze manier heel makkelijk luisteren naar de wensen van kinderen. En hoe wil je dat inventariseren bij de kinderen? Door interviews. We gaan kinderinterviews houden. Oké, en die komen online of is het achter de schermen meer dat je die informatie op die manier gaat verzamelen? Nee, dat gebeurt meer achter de schermen en uiteindelijk krijgen we een rapport of een document waarvan we de meeste dingen gaan delen op internet, op onze Facebook of op onze website. Maar wellicht gaan we het ook gewoon opsturen naar politieke partijen en naar scholen, zodat zij kennis kunnen hebben van het rapport en wat kinderen willen. Gaaf, mooi, ja. Ja. Dus het is echt een concreet onderzoek met aanbevelingen. Ja. En het eerste, sorry? Puur vanuit de kinderen. Puur vanuit de kinderen, ja. En het eerste wat je zei, dat doet me denken aan de activiteiten meer op regionaal niveau neerzetten. Dus eigenlijk de plannen, ideeën, visie regionaal neerzetten. En daarbij mensen ook bij betrekken. En kijken of mensen daar vanuit die hoek op regionaal niveau dit ook kunnen gaan neerzetten. Dus dan betrek je meer de samenleving er ook bij. Ja. Dus begrijp ik dat goed? Ja. Ja, uiteindelijk wordt iedere regio natuurlijk wel iets anders. Want iedere regio heeft zijn eigen behoeften. Ja. Dus, maar ja, weet je, onderwijs is
per definitie regionaal. Het kan trouwens ook wel landelijk, omdat er nu via YouTube ook gewoon lesgegeven kan worden bijvoorbeeld. Gewoon zelfs wereldwijd als je Engelstalig onderwijs wil. Maar uiteindelijk wat jij als persoon gaat neerzetten en hoe jij bent, dat heeft voornamelijk regionaal invloed. Dus er zullen verschillende regionale communities gevormd worden, denk ik. Die ieder iets anders zijn, iets anders werken. Ja, en dat heeft te maken met een stukje, laten we zeggen, cultuur. Hè? In Friesland is het anders dan in Limburg, dat. En dat het gewoon goed aanstaat bij de samenleving. En die hebben misschien ook te maken met de andere inrichting van het land. Hè? Dus in het noorden, zeg maar, is er veel meer ruimte. Dat vraagt misschien ook om ander soort beroepen of andere interesses dan dat je midden in de stad zit. Ja, klopt. Nog dat heb je hele andere uitdagingen. Dus daar is de uitdaging van hoe krijg je verse groenten. En bij in de stad is meer de uitdaging van hoe krijg je verse groenten. Dat er voldoende voedsel is voor iedereen. Ja. En die uitdaging heb je natuurlijk niet in het noorden, want daar is genoeg landbouw en gronden om te verbouwen. Ja, dan kan ik me ook nog voorstellen dat er een verschuiving en bepaalde verhuizingen gaan plaatsvinden, afhankelijk van de behoeften wat mensen willen leren of willen doen. Ja, dat zou best kunnen inderdaad, dat je bepaalde specialisaties krijgt. Maar je ziet het nu eigenlijk al, hè, dat heel veel mensen uit de Randstad wegtrekken naar het platteland om daar te gaan wonen. Dus eigenlijk is de verschuiving al bezig. Ja. En dat heeft ook te maken met, denk waar we net over hadden, mensen meer bewust worden en daar ook bepaalde acties aan koppelen. Voorheen misschien als een soort trein maar blijven doordenderen en nu misschien tot stilstand zijn gebracht en van wil ik dit eigenlijk wel of wil ik een andere keuze maken in mijn leven? En daar nu daadwerkelijk gevolg aan gaan geven. Ja, voor nu ook natuurlijk. Met het online thuiswerken en met eventueel online onderwijs. Ja. Nou, hartstikke mooi. We zijn bijna het half uur rond. Is er nog iets wat je zou willen delen? Of misschien naar de volgende? Ja, volgende keer heb ik ook talenten. Hoe je eigenlijk jezelf kunt ontwikkelen. Want wat ik zie eigenlijk is, op dit moment is dat mensen heel erg in stramien worden gedrukt. En je moet naar school toe, je moet daar een opleiding gaan doen en dan mag je uit een van de beroepen kiezen die er nu zijn. En wij willen er eigenlijk naartoe dat je eigenlijk vanaf je geboorte al kunt ontwikkelen tot wie jij bent. En daar hoeft niet geen voorbeeld voor te zijn. Dus het kan ook een heel nieuw beroep zijn. Dus daar gaan we het volgende keer over hebben. Ja, en de volgende keer wordt dan, als ik mijn agenda even snel spiek, 3 juli. Zaterdag 3 juli om 10 uur weer, 10:30. Iedereen die kijken wil, dit kan je achteraf nog bekijken. En anders schuif aan de volgende keer en stel je eigen vraag. En dan kan Henri daar weer een antwoord op geven. Dus iedereen bedankt voor het kijken nu live of later. En dan zou ik zeggen dankjewel voor vandaag. En dan zie ik je weer op 3 juli. Is goed. Ja, dankjewel. Fijne zaterdag. Hoi.